Zeven jaar geleden gebeurde het alles eenmalig... en nu kan de vlag weer uit in de pastoor van de Marktstraat in Wurt. Daar loopt namelijk dit jaar weer de Vierdaagse Route doorheen. Een van de initiatiefnemers, Jo Smits, vertelt namens het comité... over het tot stand komen daarvan. Nou ja, in 2015 uh, is het dus vanwege het feit dat de Verneemdseweg op de schop ging... is het uh, eenmalig uh, door Wurt Noord gekomen. Uh, en na een paar jaar heeft uh, iemand uit de straat... Het initiatief genomen om te kijken, kunnen we met een paar mensen niet opnieuw proberen om de route te verleggen naar de doorbuurt Noord. De buurt werd door de gemeente verrast met het heugelijke nieuws. We hebben allemaal kaarten in de bus gehad gisteren. De mensen die we gesproken hebben, die zijn enthousiast. Bewoners hebben er nu alweer veel zin in. Ja, dat vind ik heel fijn moet ik zeggen, want van jaar terug is het ook gebeurd. En nu ben ik een stukje ouder, nu is het helemaal prachtig. Gezellig. En ja, nieuw hè, voor, uh, voor we het eindelijk niet een keer naar de dijk lopen, maar eigenlijk lekker bij huis kunnen gaan kijken. Ik hoop dat het uh, blijft, dat het uh, zo goed bevalt dat, uh, ja, dat het uh, andere jaren ook mogelijk is. Ja, dat vond ik wel prettig nieuws. Ik ga hier zeker kijken. Vlaggetjes gaan er echt een feest van maken.